hier naast Nora Hendricks. Nora Hendricks is arts en heeft een praktijk hier in Nederland, maar is voornamelijk in Spanje woonachtig en werkzaam. Ja. En Nora heeft zojuist het boek Het Menopauze Taboe geschreven. Ze is al jarenlang gespecialiseerd in hormoontherapie tijdens de overgang en heeft al heel veel vrouwen van enorm veel ellende verlost. Dit boek gaat voornamelijk over bio-identieke hormonen. Dat klopt. Ja. Kan jij mij in het kort vertellen wat bio-identieke hormonen zijn? Ja, de naam zegt het eigenlijk al een beetje. Bio-identiek. Het zijn hormonen die exact dezelfde biochemische structuur hebben zoals wij in ons eigen lichaam hebben. Dus exact dezelfde vorm. En dat is een soort suppletie, hè, die je dus aan vrouwen geeft met overgangsklachten. Ja. Maar er zijn ook synthetische hormonen, zoals we dat noemen. Ja. De hormonen die veel artsen in Nederland voorschrijven bij overgangsklachten. Ja, en die zitten ook in de pil bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld de anticonceptiepil inderdaad. Ja. Maar wat is het verschil dan in werking tussen die bio-identieke hormonen en die hormonen die wij doorgaans kennen? Ja, er is op zich niet een heel groot verschil in werking, maar wel een groot verschil in veiligheid. Er is aangetoond dat de bio-identieke hormonen eigenlijk weinig of geen risico's met zich meenemen. Als je die wat langer gebruikt. De synthetische hormonen zijn uitgebreider bestudeerd, omdat daar natuurlijk de farmaceutische industrie achter zit die dat produceert. Daar is dus iets meer over bekend, dat klopt wel, maar die zijn iets onveiliger. Die hebben een vergroot risico, bijvoorbeeld na 5 jaar gebruik, op borstkanker. Ja, want dat is het, sowieso in Nederland heerst er een groot taboe op dit onderwerp. En daarom, jij noemt ook het menopauze taboe, maar dat gaat voornamelijk over het taboe op het al dan niet voorschrijven van hormonen bij overgangsklachten. Ja. En nu is het in Nederland zo dat je moeilijk aan die bio-identieke hormonen kan komen. En als ik naar mijn huisarts ga en zeg dat ik overgangsklachten heb, nou, dan is de kans al heel klein dat ik überhaupt hormoonsuppletie krijg. Ja. En dan is het vaak maar 1 of 2 merken die ze heeft. Heel bekend is dat veemostom. Ja. En that's it. Die bio-identieke hormonen die dus meer lichaams-eigen zijn, die zouden dus veiliger zijn. Ja. En ik vraag me dan af, waarom is het zo moeilijk om die voorgeschreven te krijgen? Ja, er zijn wel wat vormen van bio-identieke hormonen verkrijgbaar. Alleen niet zoveel in Nederland, dat klopt. Het is jammer, het wordt ook makkelijker afgebroken in het lichaam natuurlijk. Daardoor ook veiliger. In de omringende landen kun je ze heel makkelijk krijgen. In Frankrijk onder andere, in grote getalen, in België ook, ons buurland. Yeah. In Frankrijk is er een heel langdurig onderzoek geweest daarover. En ja, dat kwam er heel goed uit. De resultaten bij die vrouwen die dat gebruikten, die waren heel goed. Ja. Waarom zijn we hier in Nederland dan zo sceptisch tegenover die bio-identieke hormonen? Ja. Ik begrijp het ook niet. Nee. Ik begrijp er eigenlijk niets van. Nee, nee. Ik kan wel iets veronderstellen, maar ja, misschien toch de terughoudendheid in het algemeen van de medische wereld in Nederland. Ja. Terwijl dit iets is, in andere landen zie je dat 25 tot 40% van de vrouwen rond de menopauze worden behandeld met hormonen, synthetisch of bio-identiek. Eén van de twee. Ja. En dan heb ik het over de omringende westerse landen, de ontwikkelde landen. Ja. Nederland loopt daar echt in achter. Ja, ongelooflijk. Ja. En er is altijd, als ik het voor BLOW of wat dan ook überhaupt over hormoonsuppletie heb, dan heb ik toch altijd een groep mensen die zeggen, nou, hormonen gevaarlijk, daar krijgen we borstkanker van, chemische troep, moeten we niet aan beginnen. Dat is helaas een heel groot misverstand. Ja. Ja. Er is ooit een onderzoek geweest in Amerika en dat is toen heel erg voortijdig gestopt, omdat ze dachten dat ze een verhoogd risico zagen. Maar een van de grote vergissingen van dat onderzoek is geweest dat vrouwen werden geïncludeerd in het onderzoek van rond de 73 jaar. Dus die vrouwen van 73 die zouden dan ook op dat moment in hun leven met hormoonsuppletie moeten beginnen. Ja. En ja, daar is het natuurlijk op misgegaan. Die onderzoeksgroep was veel te groot in leeftijdscategorie. Ja, en wat ik begrepen heb in dat onderzoek, maakte men nog gebruik van veel hogere doseringen aan hormonen. Ja. Dat het tegenwoordig veel lager is. En dat onderzoek was ook gebaseerd op een synthetisch progesteron. En ook een progestageen dan. En op het paardenhormoon. Hè? Met de oestrogenen erin. Ja, het paardenhormoon is natuurlijk ook niet bio-identiek voor ons. Dat lijkt helemaal niet op ons eigen hormoon. Nee. Dus dat was natuurlijk wel een probleem. Alhoewel ze naderhand 10 jaar later hebben aangetoond dat de groep vrouwen tussen de 50 en de 60 in dat grote onderzoek, dat die wel voordelen hadden en niet een vergroot risico op borstkanker hadden. Nee, dus jij durft met de hand op je hart te zeggen dat het niet gevaarlijk hoeft te zijn. Kijk, ik heb het niet over de vrouwen die in een risicofamilie geboren zijn, waar veel kankers voorkomen, veel borstkanker voorkomt. Daar zijn we natuurlijk heel voorzichtig, ben ik ook heel voorzichtig mee. Maar vrouwen die dat niet hebben, die kunnen heel veilig hormonen gebruiken. Ja. Ja. Ja, als het dan goed gedoseerd is, veilig gecontroleerd is. Ja. Ja. Nou, dat is wel heel goed om te weten. Ik heb nog 1001 vragen, maar ik wil het voorlopig hier even bij laten. Want in een volgend filmpje ga ik eens even over hebben wat die bio-identieke hormonen allemaal niet kunnen bereiken. Wat voor klachten we kunnen verhelpen. Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja. Dankjewel. Ja.